Hey, leuk dat je meedoet aan deze serie. We gaan tekenen in Augmented Reality of AR. In de vorige missie heb je ontdekt dat Augmented Reality een combinatie is van de echte wereld en computerbeelden. Het is een digitale laag die je bijvoorbeeld zichtbaar kunt maken via je smartphone. In deze missie ga je je eigen AR experience ontwerpen. Zet deze video even op pauze en pak dan het ontwerpcanvas en een pen of potlood erbij. Dit is het AR-ontwerpcanvas. Dat is een mooie naam, maar het is eigenlijk gewoon een overzicht waarop straks alle informatie staat die je nodig hebt om je Augmented Reality Experience te gaan maken. Kijk maar eens. Hij bestaat uit een aantal onderdelen. Aan de linkerkant. Je begint met vakje nummer 1. Vul je naam in. En daaronder een naam voor jouw AR-tekening. Maak deze niet te lang en het is handig als deze naam kort je tekening beschrijft. Bedenk dus eerst wat je gaat tekenen. Ik kies voor ons zonnestelsel. Ik maak een AR-tekening over ons zonnestelsel. Die kan ik mooi gebruiken voor een natuur- en techniekproject op school. Nu jij. Zet deze video op pauze en vul de twee velden aan de linkerkant in. Nu gaan we naar de rechterkant van het canvas. Daar zie je drie vakjes. Ik ga dus het zonnestelsel maken. Daarom vul ik in het eerste vak in wat ik precies ga tekenen. In deze tekening plak ik straks een QR-code die ik kan scannen met mijn telefoon. Zo komen vakje 2, de digitale laag, en vakje 3, de geheime boodschap, tevoorschijn. Op deze manier. Dit is dus mijn echte tekening. En dit is mijn digitale laag, een afbeelding van de zon. En mijn bericht is een leuk weetje over het zonnestelsel. Nu jij, vul in. Wat voor echte tekening ga je maken? Welke digitale laag voeg je toe? En welke tekst of geheime boodschap zet je daarin? Gelukt? Mooi. Ik zou het leuk vinden als jij je AR-experience met ons deelt. Bijvoorbeeld via social media. De links naar onze sites vind je hieronder. In de volgende missie gaan we de echte wereldtekening maken. Tot de volgende missie.